Hoi hoi, Rinda hier. Wederom een vroege start in Boskant bij wandelsportvereniging OLAT. Ondanks dat er gisteren ook een tocht is geweest in Best van Wezen 78, lijkt het aardig druk te worden. De startlocatie zat goed vol en er stonden best wat auto's op het parkeerterrein. Dus ik hoop dat OLAT ook gewoon een hoop deelnemers krijgt vandaag, want ze maken altijd super mooie routes. Ik heb er in ieder geval zin in. Het is weer heel zacht weer, lekker droog. En stiekem hopen dat Max kampioen wordt vandaag. Aan de wandel!
Ze zeggen bij Oland dat als de modder boven je knie zit, dat het een mooie tocht was. Nou, en de modder zit er ver boven mijn knieën. Het was een prachtige tocht. Enorm modderig, maar daar houden we bij Oland van. Ik heb nog niet gekeken wat Max heeft gedaan, ga ik zo doen. Maar het zit er bijna op. Vanaf de middag was het een beetje miserig, maar dat mag de pret niet drukken. Het was ontzettend genieten. Leuke kleine paadjes door het bos. Dit is nou echt de reden dat ik bij Oland loop. Tot de volgende wandeling!